leuk dat jullie weer kijken. Ik ben Corrie en ik vertel elke week iets over mijn leven. Kleur, kleding, lifestyle en kringlopen. En ja, dat kringlopen, dat is natuurlijk een ongoing process, want ik ben daar steeds mee bezig. Het is steeds vreselijk leuk. En soms koop ik me een heel klein beetje en soms weer eens wat meer. En ik heb natuurlijk de laatste weken weer wat meer gekocht. En dus deze week is het een beetje, maar het zijn ook wel een paar dingen die ik nog niet had laten zien. Of was toevallig dat het doorheen waren geslipt. En ik ga deze week een uitdaging aan, bedacht door Kringloopvriendin, want zij doet dat dan ook voor zichzelf en ik doe dat dan ook voor mezelf, om jezelf weer te inspireren om iets leuks te doen met je kledingkast. Want ja, je kunt wel heel veel hebben, maar als je continu hetzelfde draagt, dat helpt natuurlijk niet. Hè? Tenminste, dat vind ik dan heel saai. Dus elke dag probeer ik echt een totaal andere outfit te bedenken met de spullen die ik heb. En dat doe ik dan één keer per week. Hè? Dat weten jullie. Dat hang ik één keer per week klaar. Het is misschien ook wel leuk om het volgende keer weer eens te laten zien. Van hoe doe ik dat? Hoe hang ik het dan weer klaar? Maar nu is het een beetje een rommeltje hier eerlijk gezegd. Dus een volgende keer. Ik schrijf het op mijn briefje. Nou, ik ga jullie laten zien wat ik dus nog gekocht heb. En ik laat jullie weten wat de uitdaging is. Het eerste wat ik gekocht heb. En het was vorige week al in Antwerpen. Maar die was ik vergeten te laten zien. En dit is een riem met elastiek, want anders kom ik er dus echt nooit in. Dus gewoon zo'n soort riem, of ja, dat noem je misschien een ceintuur eigenlijk, hè? In ieder geval met drukknopen. En dat is heel leuk, al die steentjes zo, echt superleuk. En ik heb hem, vorige week stond hij al op een paar foto's, omdat ik hem bij de kleren die ik toen heb gekocht, dat ik hem daarbij heb gedaan. Maar het is gewoon een hartstikke leuk ding. En het is zwart, voor de goede kijkers onder jullie, het is inderdaad zwart. In principe draag ik dat niet, maar als ik het bij donkerblauw draag, dan trekt het naar dat donkerblauw toe. Dus dan ziet het er eerder uit als diep donkerblauw dan als zwart. Dus dat is ook de reden dat ik het doe. En je ziet eigenlijk ook alleen maar dit stukje, want ik draag nooit een riem waar niks overheen is. Want dan zie je dat ik geen taille heb. Dat is wat minder slim om te doen. Dus vandaar deze riem. En het prijsje stond erop, maar het prijsje was 7 euro. En ik heb er dus 3,50 euro voor betaald, want alles was voor de helft. Maar die wilde ik jullie niet onthouden. Want weet je wat het is? Dan zie je zo'n ding en ik dacht, nou, dat past me nooit. Maar ik zat even te wachten op dochter die toen iets aan het passen was. En toen dacht ik, nou ja, ik trek hem even aan. En paste die dus wel. Dus echt heel erg blij mee. En die wildcard vind ik eigenlijk misschien wel het allerleukste van kringlopen. Dat je dingen vindt waarvan je denkt, ja, moet ik hiermee? Maar dat je dan toch er iets leuks mee kunt doen. Tenminste, mee proberen te doen. Hè? Want dat is hem natuurlijk. Nou, dat was dus de wildcard. Maar een leuke. Ik heb, deze laat ik zo meteen zien. Want daar hoort bij mijn andere verhaal. Ik heb gekocht. Ja, hij komt citroen over. Wat erg. Hij is echt goudgeel. Maar hij komt hier citroen over. Nou, dan zeg ik even erbij. Het is meer zonnebloem dan citroenen. Dit gaat echt richting zonnebloemen. Ik heb hier een hele leuke sjaal. Echt, het is nog een hele lange. Echt. Ja. 2 meter, 2,5 meter. Zoiets. En even kijken. Er staat nog een prijskaartje op van 29,95. Maar dat heb ik er niet voor betaald. Ik heb er 2,50 euro voor betaald. Bij de Research Store. Bij de... dat schiet er niet af. Bij het Leger des Heils dus heb ik er 2,50 voor betaald. Maar het is toch een hartstikke leuk sjaal. Het is toch veel vrolijker in de winter dan een zo saaie kleur. Nou, in ieder geval, ik hou van kleuren, dat weten jullie. Dus vandaar, deze heb ik gekocht. Ik heb, ik kom overal natuurlijk. Ik heb deze gekocht bij Terre des Hommes. En Terre des Hommes is niet zo ver bij mij vandaan. En daar heb ik deze dus gekocht. Een heel leuk donkerblauw met witte stipjes blouseje. En het is een zelfgemaakt blouseje. Er staat dus geen maat in. Geen materiaal, maar zo te voelen is het een viscose. Het is mooi gemaakt. Het is met zo'n overhemdkraagje. En er zitten wel zakken op. Wat bij een grote boezem nooit zo mooi is. Maar deze zakken zitten zo laag. Die zitten ruim onder mijn boezem. Maar kijk, er zitten zulke mooie knoopjes op. Kijk, van die donkerblauwe mooie knoopjes. Er is aandacht aan besteed. Iemand heeft hier echt zijn best op gedaan. Dus een heel leuk
eigenlijk een heel klassiek blouseje. Waar ik dus echt van alles mee kan. Dus dat, €4, denk ik. Ongeveer €4. De som hebben ze vaste prijzen. En dus blouseje, volgens mij zijn blouseje rond de €4. Dus zoiets zal het zijn. Ja, en toen ging ik met kringloopvriendin naar de Vindingrijk. Onze favoriete kringloopwinkel eigenlijk. En toen zie ik een blouseje in het rek hangen. En ik denk, oh, dat is een leuk ding. Leuk blouseje, een beetje los wat je ergens overheen kunt doen en zo. Oh, leuk. En leuk met die strikjes. Nee, helemaal een leuk blouseje. Maat 40, volgens mij kan ik daar wel in, omdat het ook zo losjes is. Het is een ruimvallend iets. Nou, dus ik zeg tegen kringloopvriendin, moet kijk naar een leuk blouseje. Ja, zegt ze, had ik dat maar geweten. Ik zeg, hoezo? Nou, zegt ze, dat was namelijk mijn blouseje. Ze zegt, dat heb ik hier een tijdje teruggekocht. Die zei, en ja, ik had er toch geen aard mee, dus ik heb het niet gedragen. En dus ik heb het hier naartoe gebracht. Nou ja, dus dat zat er natuurlijk in dat dat een keer zou gebeuren. Want daarom kende ik het ook niet, want anders ken ik haar kleding wel. Maar daarom kende ik het ook niet. Dus het was eigenlijk een heel leuk blouseje. Ja, €6,95. Als ze zei, je had het van me kunnen krijgen, ja, dat weet ik. Maar ja. Ik steun dan ook de kringloop, dus ik was hier heel blij mee. Dus ik kan je iets mee stylen, maar het was natuurlijk wel een grappig voorval. En toen gebeurde eigenlijk het volgende. Het was zo'n rare dag. Als zo'n rare dag, dan ben je soms met je gedachten ook ergens anders of zo. Maar in ieder geval, het was een beetje een gekke dag. En kringloopvriendin vindt dit katoenen jasje. Oh ja, leuk ding, bla bla. En zij gaat het passen. En ik zie ze uit de paskamer komen en ik heb zoiets, nee, het is net wat te ruim, het is van achter, dan krijgt ze van die plooien. Het is eigenlijk net te groot, je schouders hangen er ook te veel in. Ik zeg, oh, geef even aan mij, trek ik het aan. Ik zeg, dan kun je het zien wanneer het past. Ze had het mij toch hartstikke mooi. Ja, die zag ik niet aankomen natuurlijk. Was ook niet helemaal de bedoeling. Maar toen zei ik, ja, wat doe je? Wil je het toch hebben? Nee, zei ze, ik neem het niet mee. Ik zeg, nou ja, dan neem ik het mee. Dus dat heb ik nu als een soort wildcard. Heb ik nu dit jasje. En als ik het dus niks meer vind, dan geef ik het alsnog aan kringloopvriendin. Want ze wilden het als een soort huispak doen. Het is een Unica Fashion uit Finland. En het is een L. En het is, want ik heb het al gezien. Nou ja, hier is hij. Het is 100% katoen. Is het? Ja, en het is gewoon... Iets wat je hier niet zomaar vindt, lijkt het wel. Misschien is het ook wel een soort van huispak. Er staat ook een rendier, zag ik ergens staan. Even kijken. Was hij nou hier? Ah ja, hier staat achterop staat een rendier. Zie je het? Ja. Dus ja, leuk. Een mooi ding. En dat het katoen is natuurlijk ook wel heerlijk. Dus... €4,50. Ja, je weet nooit, hè? Ik bedoel, ik vraag voor dat blouseje €6,95 en vraag ze hier €4,50 voor. Het doet maar wat, zullen we maar zeggen. Oké. En toen hadden we het erover, kringloopvriendin en ik, van dat er weer een uitdaging moest komen. En er is iets op de grond gevallen, dus dat pak ik even. Moest weer een uitdaging komen. En we dagen elkaar dikwijls uit om eigenlijk ook meer uit onze kledingkast te halen. Dus dat je ineens setjes maakt waarvan je denkt, oh, dat had ik nog nooit zo bij elkaar bedacht, maar het is wel heel erg leuk. En zij heeft het bedacht, dus alle eer aan haar, van om met één kledingstuk, zij wilde dan 7, ik heb het 5 gedaan, voor 5 dagen iets te doen. En dan voor een dag naar het werk, voor een keer lunchje met vriendinnen, voor een keer naar het theater, naar de film, uit eten met pensionado, voor een boswandeling. Al dat soort dingen. Eigenlijk hadden we meerdere dingen bedacht. En daar gaan we dus... ik kies daar 5 dingen uit. En met 1 kledingstuk. Want anders heb je alleen maar een hoop dingen. En het gevaar is dat je ze dus ergens bijdraagt. En dat is het dan. Zo van dit. Oh, natuurlijk ook een kringloopbloesje van de Vindingrijk. 100% zijdebloesje. €3,95, heel weinig in ieder geval. 100% wollen jasje, van goedkoop en zo, €2. Dus ja,
jongens, ik ben voor niks aangekleed. En dat maakt het ook zo leuk, hè? Even kijken. Maar dat hadden we dus bedacht. En we gaan het doen met een blouseje, met een rok, met een jasje en een jurk. En ik heb er nu twee, ben ik er nu mee bezig. En die ga ik jullie laten zien. En het eerste is dit blouseje. Dat kennen jullie waarschijnlijk wel. Van Goedkoop en Zo. 2 euro. En een katoenen overhemd blouse van, even kijken, Erfo. En het is een maat 48, dus hartstikke grote maat. Maar ik vind het zo'n mooi patroontje hebben. En het is een... Het is niet super dik, maar het is ook niet super dun. Eigenlijk, ja, het is gewoon een hartstikke mooi blouseje. Je kunt het ook zien, het is hartstikke mooi gemaakt. Met van die bandjes en randjes en mooie knoopjes, gekke knoopjes. En er zit hier ook nog een merkje eronder, dus ze hebben er nogal werk van gemaakt eigenlijk. Maar dit blouseje, daar ga ik dus 5 verschillende dingen mee doen. Voor 5 verschillende dagen, verschillende gelegenheden. En dat laat ik jullie zo meteen allemaal zien. Het komt allemaal hierna. En deze rok, de mensen die mij al lang volgen, die kennen deze rok. Die heb ik denk ongeveer 4 jaar geleden gekocht bij Vindingrijk, dat weet ik nog. En het is een rok van Delmotte. Toch een merk wat me goed bevalt en wat me goed staat. Het past ook goed. Het is natuurlijk ook Duits en dat, ja... Dat past me goed. Die past gewoon eens goed voor mij. Frans, Italiaans, dat moet ik allemaal niet hebben. Dat is te kort. Ik ben 1,73, dus ook niet extreem lang. Maar ik ben wel redelijk lang. En het is een maat 44. En met elastiek. Ik weet niet wat ik er toen voor betaald heb. 3 euro, 3,50 of zo. Ik had er ook een blouseje bij. Maar een blouseje ook van Delmotte. En dat heb ik uiteindelijk gegeven aan kringloopvriendin. Omdat ik daar toch te weinig mee deed. Maar die rok, ja, ik hou van dit soort rokken. En daar ga ik dus ook van alles mee laten zien. Dat komt dus hierna. En dat is mijn verhaal van deze week. Dus jullie zien wat ik met al die bergen kleren doe. Want ja, jullie zullen ook wel denken dat mensen heeft kasten. Nee, echt niet. Omdat het één-in-uit principe, dat moet natuurlijk wel gehandhaafd blijven. Want anders dan stroomt het hier vol. Een pensionado vindt veel goed, maar dan denk ik toch dat hij ergens zegt van liever zou je niet eens wat wegdoen. Maar dat hoeft hij niet te zeggen, want ik doe dat dus al automatisch. Maar oké, dus dat ga ik jullie laten zien. Wat ik hiermee doe, wat ik met die andere dingen gedaan heb. En dan hoop ik dat jullie een hele leuke week hebben. Dat jullie gezond blijven, want dat is echt het allerbelangrijkste. En dan wil ik iedereen bedanken voor alle steun, voor alle appjes, voor alle reacties. Het gebeurt wel eens, en eerlijk gezegd, ik snap er helemaal niks van, maar het gebeurt wel eens dat mensen een reactie geven en dat zie ik dan op mijn mail binnenkomen en dat ik het op YouTube niet kan vinden. En het is me gisteren gebeurd en ik maar zoeken, want ik reageer eigenlijk altijd. En zeker op die twee mensen, en het is een paar weken geleden dus bij iemand anders ook gebeurd. En dan is die reactie ineens weg. Dat is de wondere wereld van YouTube. Ik doe het in ieder geval niet. Ik verwijder niet zomaar een reactie. Ik doe het heel af en toe, maar er is er ook echt wel een reden voor. Of het is beledigend, of ze sturen het door naar een of andere sekswebsite. Sorry, maar daar heb ik geen zin in. Dus vandaar, dat doe ik nooit. Dus dat wil ik even tegen die mensen speciaal zeggen. Ja, sorry, ik kan niet reageren, want ik zie het niet meer. Maar super bedankt dat jullie zo meeleven, dat jullie je abonneren. En dat jullie met grote getalen kijken en luisteren naar mijn verhalen. Ik hoop dat ik het leuk blijf vinden en dat jullie het leuk blijven vinden. Want zolang dat alle twee is, dan blijf ik dit doen. Veel te leuk om te delen wat mijn passie is. En wat waarschijnlijk ook een deel van jullie passie is. Want dan zou je waarschijnlijk niet kijken, maar wat gewoon een passie is. Ik bedoel, ja, ik kan er ook niet aan doen. Het lijkt dan een beetje van, ach, moet je daar nou mee bezighouden? Ja. Daar moet je maar mee bezighouden. Dus ik zie jullie graag volgende week weer gezond en wel. Dankjewel voor alles en tot volgende keer. Dag!